aftrap wordt mede mogelijk gemaakt door Jan Smit BV, Molenaar in Zwarthoed Adviseurs en Verzekeringen, Mick Volendam Kraanverhuur, Tol Plaatwerk, Kras Recycling en Kivo Plastic Verpakkingen. Ajax veegt Borussia Dortmund van het veld en zondag is het de topper Ajax-PSV. Jak, Ajax lijkt onverslaanbaar. Ik ga voor een gelijkspel. Kijken wat onze gasten zeggen, Hans van der Zee en Sjaak Zwart in een nieuwe aflevering van De Aftrap. Hans van der Zee was trainer van FC Volendam en Sparta, technisch directeur bij AZ, scout bij PSV en nu al jarenlang internationaal scout bij Ajax. Hans, welkom. Zou jij als scout ook werkzaam kunnen zijn voor Feyenoord? Nee, denk ik niet. Omdat? Ja, ik heb niks met die club. En als je zo lang bij Ajax zit, ik heb 8 jaar in de jeugd gespeeld. En ik zit er nu alweer 14 jaar als scout. Dan is het niet mogelijk, denk ik, om over te stappen naar Feyenoord. Je moet een bepaald gevoel bij een club hebben. Ja, liefst wel natuurlijk. Dus ik heb eigenlijk het geluk gehad dat ik bij mijn eigen club aan de slag kon. 14 jaar geleden als scout. Dus dat doe ik nog steeds met veel plezier. En je doet het wel aardig, maar daar gaan we straks verder over praten. Onze tweede gast. Ja, er zijn natuurlijk een hoop AX-ieden. Maar er is maar één Mr. Ajax en dat is Sjaak Zwart. 603 wedstrijden voor Ajax, 228 doelpunten. Hij heeft een gouden tijd meegemaakt, eind jaren 60, begin 70. Is nog steeds dagelijks bij de club. Sjaak, waarom ben je nooit eigenlijk veranderd van club? Is dat wel eens ter sprake gekomen? Nee, één keer. Maar vroeger kon je ook niet weg bij de club. Nee. Zoals nu, ja. Nu heb je niet echt clubliefde meer bij de meeste spelers. Als ze 2-3 jaar bij een club zitten, zijn ze weg. Ja. Ik ben nu 71 jaar lid. Ja. Dus dat is een aardige serie. Ja. Maar het blijft ook echt mijn club. Ja. Jij zegt één keer. Wat was dat, die ene keer? Dat je over kon stappen? Ja, dat was Feyenoord. Die wilde mij graag hebben, ja. Ja? Ja. En wat dacht je toen? Toen dacht ik, nou laat me niet doorgaan, maar ik wilde van onze penningmeester wat meer verdienen. Want een penningmeester die werkt bij de belastingen, nou dan is het heel moeilijk. Sjaak, welkom. Hans, jij weet toch wat anders van Sjaak, toch? Dat hij toch eens een keer... Ik dacht dat Sjaak ook een jaar had gespeeld bij OVVO. Ja, maar dat was toen 6-7 jaar. Ja, bedoel ik. Ja, oké. Okay. Ja, goed. Ja, ik was... 9 jaar en toen speelde ik tegen Ajax met de Welpen, noemden ze dat. En wij wonnen van Ajax met 7-0. En ik schoot er 5 in. Tje. Toen was meneer Muller van Ajax na afloop meteen, die kwam naar me toe en zei, die kleine willen we graag hebben. Oké. Okay. Nou ja, dat wilde ik. Ik ging vanaf mijn 6e jaar al met mijn vader, stond ik op de staantribune bij Ajax. En ik had een favoriet, Guus Dreger. Dat is ook een heel goed buitenspeler. Dus vanaf die tijd was ik al Ajax-iet. Mooi. En deze uitzending is niet compleet als we niet Nettie Schilder hebben voorgesteld. Nettie, goedenavond. Hoi, goedenavond. Ja, we kijken toch met z'n allen uit naar Ajax-PSV zondag. Wat denk jij dat wordt? Nou, ik heb een kat en die is uitstekend in het voorspellen van wedstrijden. Echt waar? Nou, ik ben heel benieuwd. Een wit bakje voor PSV en een rooie voor Ajax. Dus we gaan het zien. Oké, okay, maar je hebt hem nog niet... Hij heeft nog geen voorspelling gedaan. Nee, maar dat doet ze zelf wel. Ah, oké. Okay. Nou, ik ben heel Komt benieuwd. Goed. Nou, neem hem een keer mee, de kat. Goed, we beginnen met de actualiteit. Het is de week van de waarheid voor Ajax natuurlijk. Ik zei het al, gewonnen van Borussia Dortmund. 4-0 in de Champions League. Nou, komende zondag is dan de topper tegen PSV. Ja, was dus een goed moment om afgelopen dinsdag maar eens even de stemming te peilen onder de supporters van Ajax. Ik heb Ajax in de tijden niet zo gezien spelen. Nou, ik zei al tegen hem, als ze dit niveau gewoon vasthouden, dan denk ik dat ze misschien wel een kans hebben om te winnen, zeg maar. Ja, natuurlijk, we gaan voor de finale. Daar gaan we voor. En dan, oké. Als we daar zijn, laten we eens pakken. Berghuizicht, geniaal af en toe. Ik heb altijd aversie gehad dat er eentje van Feyenoord naar Ajax kwam. Maar Berghuis is echt top of the bill. Ik denk dat ik PSV met een counterploeg...
dat wel lastiger wordt. Ja, Gakpo kan lekker voetballen. Voor de rest, wie erin staat, geen idee. Ja, ik denk... Appeltje Eitje. 10-0. Ja, ik denk ook 3-0. 3-0. 3-0. Ajax. 5-0 eraf, die PSV is. Hans, Ajax won met 4-0 van Dortmund. Met geweldig voetbal. Hoe goed is eigenlijk dit Ajax? Dit was wel, denk ik, een van de beste wedstrijden van de laatste jaren. Ja, samen met die wedstrijd tegen Madrid. Dus dit was wel een absoluut hoogtepunt voor ons, denk ik. Ik denk dat Ajax, zoals ze nu speelden, zoals wij nu speelden afgelopen dinsdag, dat dat wel de top is. Had jij dit verwacht van Dortmund? Dat ze eigenlijk, ja, misschien wel de ten faveur van Ajax, hè? Maar dat Dortmund even meer tegenstand... Ik had zeker een overwinning verwacht voor Ajax. Die had ik inderdaad wel verwacht, ja. Maar dat is even meer tegenstand. Maar Dortmund... ja, zo'n uitslag had ik absoluut natuurlijk niemand verwacht eigenlijk. Nee. En daarom wordt het ook over 2 weken heel erg moeilijk, denk ik. Omdat ze uit zijn op wraak, ten eerste. Je hebt het stadion daar van 80.000 man met die gele wand. Het wordt uiteraard geen 0-4 voor Ajax. Maar we krijgen het daar nu wel extra moeilijk ook, denk ik. Ook omdat een Haaland, ondanks dat hij dus niet goed speelde, dat hij toch eigenlijk... 3 kansen krijgt. Ja. Eén vlak voor rust, 1 vlak na rust. En later nog een goede kans die die keeper pas weer uitstekend pakte. Die was goed, trouwens goed. Die was goed, ja. Zeker. Ja. Wat hij te doen kreeg, deed hij goed. Ja, vond ik ook. Maar is dit eigenlijk zo goed of stegen ze dinsdag boven het normale niveau uit? Dat is natuurlijk. Dat hoor je zo vaak. Ja. Ik vind Ajax heeft het geweldig gedaan. En toch waren er momenten in de ploeg waar een paar spelers die niet draaiden, die worden er wel bijgenomen op het laatst. Die wint dus een team. Maar die waren niet goed. Gravenberg bijvoorbeeld? Als Gravenberg, ja. Als die normaal nog zijn grote vorm heeft, dan wint Ajax nog maar 2-3 goals meer. Ja. Dus nee, je moet niet klein maken, maar ook niet te groot. Kijk, je wint van Dortmund, maar Dortmund speelt de laatste dat ook niet in de Duitse competitie zo. Nee, ze staan wel tweede daar natuurlijk. Hè? Nee, maar het blijft een goede ploeg. Als je de namen ziet, dan denk je, ja, ze hebben toch goede voetballers erin staan. Maar dan komt toch de kernvraag terug, dat willen we dan toch in deze fase van de competitie wel weten. Is dit Ajax zo goed, Hans, laat ik bij jou beginnen, dat ze de Champions League finale kunnen halen? Want supporters hebben dat gevoel natuurlijk al vrij snel. Pierre van Hooijdonk zei het een keer bij Studio Voetbal. Wat denk jij? Nou, je kan natuurlijk de Champions League kan je zelfs winnen. Maar Ajax is zeker geen favoriet. Ik ken 8 ploegen, kan ik zo opnoemen, die qua team meer in huis hebben dan Ajax. 8 vind ik wel heel veel, maar... Ja, 8 is veel. Vind ik veel. Nou, ik kan ze zo opnoemen. Nou, noem maar. Nou, noem ze. 3 Engelse, of 4 Engelse ploegen. Manchester City, Chelsea, Manchester United en Liverpool. Dat zijn er 4, ja. Dan heb alle je, 4, ja. Bayern München. Ja. Dan heb je Paris Saint-Germain. Nou, er zit er wel een 7, geloof ik, hè? Ja. Nou, de 8e zou dan kunnen zijn... Juventus misschien. Ja. Dat is er niet mee eens, volgens mij. Dat zijn ploegen die qua potentie en ook qua begroting een stuk meer in huis hebben dan Ajax. Wil niet zeggen dat we ze niet kunnen verslaan op een goede dag. Maar qua potentie, kijk, wij hebben zeg maar de 35e begroting van Europa zo'n beetje. En dan speel je echt tegen clubs met een veelvoud. Ja. En dus ik wou zeggen, qua begroting ben je het nooit. In plaats van Juventus moet ik eigenlijk zeggen Real Madrid. Maar Sjaak, jij vindt maar nee, een paar ik vind clubs dat Ajax tegen Engelse ploegen, daar kunnen ze zich mee meten. Is altijd geweest. Maar dan kunnen ze zich met iedereen omdat meten, wij, denk ik. Nee, omdat wij voetbal spelen, wat die Engelsen ook niet ligt. Wij kunnen een bal in de ploeg houden. Dat hebben die Engelsen een hekel aan. Dat willen ze graag zelf. Maar als ik bijvoorbeeld Manchester United is te voetballen nu, is gewoon een counterploeg. Maar voor welke ploeg doet Ajax dan wel onder, in jouw ogen? Op dit moment zou ik... Celsius sterk, maar daar stonden we ook 4-1 tegen voor. Weet je nog, met die beslissingen. Bayern München. De scheidsrechter. Bayern München hebben we het heel goed tegen gedaan. Maar die hebben een hele goede ploeg, vind ik. Ja. En dat is die vind ik op dit moment nog beter. Die zouden de Champions League weer kunnen winnen, ja. Manchester City, Bayern München. Ja, Manchester City weet ik niet, Hans. Die hebben nog niet 1 keer gewonnen. Ik wil nog 2 spelers van Ajax uitpikken waar veel kritiek op was. De keeper, Pasveer en Haller. Ja. Nou, Pasveer deed het dinsdag heel goed. Uitstekend gedaan, allebei. Echt een pluim voor ze. Haller scoort aan de lopende band in de Champions League nu. Maar hij speelde goed. Vind je het echt een Ajax-spits, Hans?
Nou kijk, Haller heeft na Sporting, toen hij 4 keer scoorde, heeft hij eigenlijk niet goed meer gespeeld. Vind ik zelf. Maar, en hoe komt dat dan? Maar zijn, nou ja, gewoon dat hij... Niet alleen van hemzelf, van de buitenkanten. Te weinig aanvoer van de buitenkant. Voorzetten, Hans, buitenom, voorzet geven, dan komt hij er tegenaan, koppen. Dat zijn ballen voor de spitsen. Als hij zo de buitenspelers, hè, van rechts gaan ze links binnen door. Dan krijg je zo'n voorzet waar hij achteraan moet zo. Of dat hij hem van die kant krijgt, zo heerlijk op een pannetje kool. Dat is een verschil. Ja, maar Haller heeft dus natuurlijk wel afgelopen dinsdag sterk gespeeld. Met een doelpunt en een assist. Sporting. En ook ja, tegen Sporting uiteraard. Maar dus het rendement is daar qua assist en goals. Daar gaat het toch om? Ja, dus ik snap dat die wordt opgesteld. Maar waar moet nou eigenlijk een Ajax-spits aan voldoen? Want vroeger had je bijvoorbeeld Ruud 40 Geel, goals maken. Ruud Geel. Seizoen. Die voetballer. Die kopte er 30 in. Ruud Geels. Ja, maar denk jij zo groot? Groot? 42. Ik bedoel, moet hij mee voetballen? Of moet hij echt in de punt staan om de ballen, wat of Sjaak zegt, van links en van rechts, dat hij die voorgezet moet worden? Eigenlijk vraag je van een Ajax-spits, denk ik, maar twee dingen. Dat is dat hij goed kan meevoetballen. Koppen. Maar kan Haller dat, goed meevoetballen? Nou, dat vind ik nog wel redelijk. Niet? Er zijn momenten dat hij heel goed meevoetbalt, maar er zijn ook momenten, vind ik, dat hij te makkelijk de bal speelt. Iets te makkelijk, ja. Dus dat, wat dat betreft is hij, moet hij vaster worden, ja. Denk ik. Hans, ja. Je bent scout, internationaal scout. Een paar spelers waar jij je handtekening onder hebt gezet, noem er eens een paar. Ja, zetten we natuurlijk met elkaar de handtekening onder, okay. De scouting. Nou, dat zijn eigenlijk alle spelers die van uit het buitenland komen, zo'n beetje. Dus dat maar is dat van is... Haller tot Neres, tot Anthony, tot Marin, ik noem het maar. Absoluut allemaal door de scouting gegaan, maar... Degene die natuurlijk beslist is Overmars. Mark, ja. Overmars is de grote man die uiteindelijk knopen doorhakt. En nou ja, die is besluitvaardig. Dat heeft hij bewezen. Hij kan goed verkopen? Hij kan goed verkopen, maar hij kan ook... voor ons is belangrijk natuurlijk het inkopen. Daar hebben wij mee te maken. Het verkopen hebben we niks mee te maken. Maar hij weet wel op het juiste moment toe te slaan. En daarom is hij nu ook natuurlijk gewild bij... Ja, Newcastle heeft interesse in hem. Zie je hem vertrekken, Hans? Ik hoop het niet. Want hij zit er nu 10 jaar bijna. In zijn 10e jaar zit hij. En hij is gegroeid in zijn rol enorm. Dus hij kent nu de hele wereld van de zaakwaarnemers. Hij heeft een enorm netwerk. Dus het zou een hele slechte zaak zijn als hij zou vertrekken, vind ik. Dus ik hoop dat hij het niet gaat. En daar vertrouw ik ook op, want hij heeft het enorm naar zijn zin bij Ajax, weet ik. Laat hij wel eens wat doorschemeren, Jacques? Hij moet blijven, ja. Hij moet blijven, maar ja, dan zeg jij van gewoon clubtrouw. Tuurlijk. Nou, Arsenal bijvoorbeeld, daar heeft hij vroeger gevoetbald natuurlijk. Dus ik kan me voorstellen dat hij wel eens een keer... Waarom, als spelers naar het buitenland gaan, waarom zou een technisch directeur dat niet doen? Nee, het zou kunnen, maar ik zou het nooit doen. Maar ik denk ook dat hij graag in Nederland woont. Ik denk dat hij naar zijn zin heeft. Epe hetzelfde als Newcastle. Ja, wat wou je daarmee zeggen? Nou, net zo mooi. Net zo mooi. Komt het ook wel eens voor dat jij leest in de krant Ajax op die en die gekocht? Ja. Maar hoe kan zoiets dan? Nee, dat vind ik helemaal niet erg. Nee? Want ik vind, hij moet mij niet, of voor andere scouts, elke keer bellen van ik ben mee, zo ver. Hij moet gewoon vrij kunnen handelen, snel kunnen toeslaan, weet je wel. Dat is belangrijk. Hm. En daar ben ik hartstikke blij als ik... in de krant af en toe lezen het een speler die wij allemaal goed vinden. Dat hij die gehaald heeft. Zoals Anthony of David Neres of Sanchez. Maar nooit... Om maar een paar te noemen. Om een paar te noemen. Het gaat nooit zonder overleg? Well. Dat je wel eens wat leest? Nee, dat niet. Er is nooit een naam waar ik door verrast word. Dat zeker niet. Nee, okay. Maar op welk moment... Hij zit niet altijd op één lijn, kan ik me voorstellen, toch? Je hebt toch bepaalde spelers dat je denkt van... Ja, daar zie ik het toch minder in zitten. Maar dat moet ook. Nou, maar kijk, je bereikt in een groep ook... als je hier nu met 4 man zit... je bereikt niet snel consensus over 1 speler. Er is altijd wel iemand, want je hebt allemaal meningen. Mensen die zitten aan met zijn mening hebben. Ja, maar jij bent bijvoorbeeld lyrisch over Anthony. Ja. En Sjaak zegt... Ik vind het een goede speler. Goeie speler. Maar hij heeft mij nog lang niet waargemaakt dat hij echt zo goed is. Maar hij is wel Braziliaans international geworden. Er zijn ook Nederlanders die dat goed doen. Ja, maar nationale ploeg van Brazilië. Ja, maar ik heb het nog niet echt gezien. Maar wie zou jij dan willen? Ik heb hem nog te veel wedstrijden gezien dat ik hem niet gezien heb.
Sjaak, wie zou jij daar dan willen zien aan de rechterkant? Een rechtsbuiten, die rechts is, die hier de rechts langs gaat. Voorzet geven waar een spits zo tegenaan loopt, goal. Dat hebben we altijd gehad, rechts buiten rechts, links buiten links. Of vinden jullie dat... Maar misschien nou, Hans, waarom is dat veranderd? Ja. Je bent misschien trainer geweest, Hans. Voetbal veranderd. Ja, dat is zeker veranderd. Ja. Of zo rechts buiten was Sjaak natuurlijk. Ja. Ja, die was rechtsbenig, die kon buiten omgaan. Had een geweldige voorzet. Alleen alle goede rechtsbuiters op dit moment zijn linksbenig. Bij elke club. Maar waarom is dat zo? Waarom is de linksbuiters is toch ook rechts? Precies, hetzelfde. Noem maar, Koemelijn. Nee, toen. Nee, luister. Maar nu zijn alle goede linksbuiters, Cristiano Ronaldo of Messi of Neymar of wie er ook spelen op links, is allemaal rechts. Ja, maar waarom zou je dat niet omdraaien dan, Hans? Ja, dan kunnen ze niet weg. Zit je de rechtsbenige linksbuiten aan de andere kant? Vind je dat toch? Omdat er vroeger toch fantastische linksbuiters, Koemelijn, Jesper Olsen. Hoe heet die helaas overleden is van DWS, Rensenbrink. Piet Keizer. Dat waren de Pietje, je hebt niet te vergeten. Maar Hans, waarom, ik ben echt benieuwd, waarom is dat veranderd? Je bent ook trainer geweest, waarom... Dat komt omdat de spelers die aan de buitenkant staan... die staan daar niet zozeer om voorzetten te geven, maar om zelf te scoren. Dus die komen naar binnen, zoals Mark Overmars vroeger zelf deed. Die komen naar binnen Robben. En die gaan met hun goede been gaan ze op doel schieten. Ja. Dus ze zijn veel meer uit. En ook de beste voetballers, die krijgen ook in het centrum heel weinig ruimte. Dus spelen ze vanaf de zijkant. Maar, of nou Salah daar ligt is, toch de ruimte. Wacht even. Sjaak heeft gemaakt 228 goals. Ja. In 600 zoveel wedstrijden. En daar zit nog even meer. Maar als jij nou rechtsbuiten speelt, dan kun je toch ook oefenen op je linkerbeen? Tuurlijk. Ja. Of andersom? Als je linksbuiten bent of oefenen met je rechterbeen. Dan kun je ook naar binnen komen. En dan met Jack, als je nu dus naar onze selectie kijkt, dan hebben we allemaal spelers op rechts. Die allemaal linksbenig zijn. Dus het is David Neres, dat is Anthony, dat is Berghuis die daar kan spelen. Ja. Ze zijn allemaal links. Ja, ik vind het ook niet. En op de linkerkant. Ik vind het niet logisch. Hebben we alleen Tadic, die is wel echt linksbenig. Ja. Maar het zal gerust, want het werpt ze vrucht af. En die goede voorzet als hij buiten omkomt. Geweldig. Ja. Als hij buiten omkomt en... Heel kort, want we gaan zo door naar de eerste divisie. Ja. Ajax tegen PSV, komende zondag. Het is natuurlijk op basis van wat we deze week gezien hebben... Ja, maar zo dat kun je niet tellen. Kijk, elke wedstrijd is anders. En op dit moment is Ajax-PSV de wedstrijd uit Nederland. Heeft 3-0, 5-0 wordt er voorspeld? Nee, je hebt verloren in de Johan Cruijff dingen met 0-4. Ik vind gewoon, dat is een moeilijke wedstrijd. Maar Ajax gaat wel winnen. Ajax gaat winnen. Met? Omdat Ajax ten eerste 2 dagen meer rust hebt. Dat is wel eens lekker. Ajax heeft het altijd tegen. Nu was het een keer mee. En je weet dat het beslissend is voor het hele jaar. En voor de rest vind ik, je speelt thuis. Dan moet je de boel pakken. Ajax wint deze wedstrijd met 3-1. Hans? Nou, we zijn eruit. Nou, die 0-4 voor de Johan Cruijffschaal was een zegen voor ons. Want we zaten toen al een beetje in een juichstemming. Dus even de beentjes op de vloer. Ja, dus het was net wat we nodig hadden vlak voor de competitie... om weer met voeten op aarde te komen. Daardoor hebben we het ook daarna goed gedaan in de competitie, denk ik. Dus dat overkomt ons nu niet meer. Sjaak heeft volkomen gelijk, denk ik. 2 dagen extra rust. Dus ik zeg een 2-0 overwinning voor... Gaan we zondag zien. Om 16:45 is die wedstrijd in de Eredivisie. Nou, in de Eerste Divisie krijgt Telstar vrijdagavond Helmond Sport op bezoek. En staat er ook een topper op het programma in Weidewormer. Jong AZ tegen FC Volendam. En Volendam is sinds afgelopen maandag opnieuw koploper van de Eerste Divisie geworden. Maar dat is nog geen reden om de Polonaise te lopen. Nou, dat is totaal nergens op gebaseerd, want we hebben van de week een hele slechte wedstrijd, slechte tweede helft gespeeld tegen NAC. Dat zeggen de jongens zelf ook. Dus ja, we weten donders goed dat je nergens punten cadeau krijgt. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat het toch iets van trots is, ondanks die slechte wedstrijd, dat jullie weer bovenaan staan. Ja, maar nu bovenaan staan is allemaal leuk, maar je moet er gewoon blijven en dat is het allermoeilijkst. Hoe groot is de kans dat jullie daar staan aan het eind van de rit? Ja, maar dat zijn allemaal van die vragen, daar kan ik niks mee. Wij moeten gewoon maken dat we onze dingen goed doen, dat we daarvoor zorgen. En ik denk dat het allerbelangrijkste is, dat je zorgt dat je je positiespel goed op orde hebt. En dat je dat steeds beter doet en steeds meer controle krijgt op wedstrijden. Nou, en daar zover zijn we nog niet, maar daar zijn we wel keihard mee aan de slag. Hans,
Jij was lang geleden trainer van FC Volendam. Volgens mij 96-97. Ja. Heb je dan toch een andere band met Volendam dan bijvoorbeeld met Telstar of Almere? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Ja? Heel meer met Volendam. Net, 25 jaar geleden was het laatste jaar dat we dus niet... dat we ons handhaafden in de Eredivisie. Is nooit meer daarna gebeurd. Dus ik had er zelf toen niet in de gaten natuurlijk dat het een heel bijzonder jaar was. 14 maar, hè, werden jullie. Ja. Ja. Maar het is daarna nooit meer gebeurd dat, dat Volendam zich handhaafde. Ze zijn wel een paar keer heen en weer gegaan. Maar altijd meteen weer eruit. Ja. Ja. Dus wat, Volendam heeft zich nooit meer gehandhaafd. En wat vond je eigenlijk het leuke aan Club Volendam? Nou ja, ik kijk vooral natuurlijk naar het voetbalgedeelte. Ik was altijd iemand die heel vroeg op de club was. En dan zat ik met de... Met de mensen van de club, met de oude Jonk en met de jongen. En zijn jonge Jonk ook natuurlijk, Kiksport en dat soort mensen. Zat ik al heel vroeg op de club en ik voelde al dat daardoor kreeg ik ook heel veel steun van iedereen, had ik in de gaten. Ja, en daardoor werd het ook een heel goed jaar. En wat voor soort kijk had jij toen op de mensen? Ik kwam met amateurvoetbal. 5 jaar Quickboys, 3 jaar IJsselmeervogels, dat soort clubs. Maar dan kom je in betaald voetbal en dan had ik een paar ervaren spelers. En daar, daar praatte ik heel veel mee. Dus met Binken, met Robert Molenaar, met Johan Steur, met Plugboer. Edwin Zoetebier. Zoetebier ook, ja, zeker. Marcel Valk. Dat soort ervaren jongens, daar ging ik heel veel mee in gesprek, 1-op-1. En om ze ook achter te krijgen hoe ik wilde spelen. Want ik speelde in die tijd met 2 spitsen. Dus met een ruit op middenveld. En dat bleek heel moeilijk te bespelen voor tegenstanders. We speelden toen nog 1-1 in de arena een keer. Die toen net open was. Aan de wiel? Aan de wiel scoorde, ja. Ja. Bogarde maakte gelijk op een voorzet van Kluivert. Dus dat was een... Jacques begint te lachen, dat weet hij nog. Maar. Van Gaal vond dat niet leuk toen. Nee, dat lijkt mij ook niet. Jacques, weet jij dat toch? Die 1-1? Nou, dat weet ik niet meer. Ik weet alleen de uitslagen die wij een beetje gehad hebben. En jij kijkt ook alles van Volendam, zei je? Ja, Volendam is mijn tweede clubje. Ja? Ja. Maar hoe komt dat? Waar zit dat niet? Het is ook al van vroeger. Ik ging altijd wel kijken, Volendam. Gezelligheid. Ook toen we de Europacups wonnen, was ik in Volendam. Maar dat zit hem in de gezelligheid, maar waarschijnlijk ook in het voetbal dat ze willen spelen. Ja, maar het gewoon, het leeft hier leuk en terwijl ze hier lekker toch, op de tribune. Ze zijn toch lekker een beetje, hij zit erin, hoor ik nou. De goalscroom, die is er niet meer toch? Jack, die is er niet meer, hè? Ik vind het geweldig. Nee, dat is zo, ja. Ja, maar op een gegeven moment, Jack, als je die 10 jaar gedraaid hebt, dan wordt het wel tijd voor wat dan. Ja, dan zit hij er echt in, het was hier het sterkste. Vroeger hadden we PM-muren. Ja, die is 59 jaar speaker geworden. Nou, dat was ook geweldig. Die kerel die een jas, zei jas, maar die was van een heel klein ventje. Maar die keel was zo groot. Die had dat kleine jasje. Maar hoe die dat uitlegde na afloop, lag ik helemaal in een deuk. Nou, dat is toch geweldig. Vinden jullie dat Volendam thuis hoort in de Eredivisie? Ja. Qua supporterschare niet. Want ik weet nog, ook in mijn tijd, als ze tegen Ajax, het staat nooit vol. Nee. Dus wat dat betreft leefden het niet. Maar wel heel fanatiek en mopperen en wel heel sterk meeleven. Maar echt volle tribune was het nooit. Volendam, dus wat dat betreft, voetbal. Maar qua voetbal denk ik wel. Technisch. Ja, zeker nu met de huidige manier van spelen en zo. Vind ik ook dat wel. Spelen altijd leuk voetbal. Ajax haalt niet zo heel veel spelers uit de eerste divisie. Ik zat even te denken. Scherp is natuurlijk gekomen van Emmen. Per Schuurs toen van Fortuna. Ja. Gorter dan de keeper. Toevallig 2 keepers. Maar zo'n Mickey van de Ven bijvoorbeeld. Die is in beeld geweest. In beeld geweest. Ja, zeker. Maar waarom wordt hij dan niet gepakt? Ik denk dat, weet ik het fijne niet van, maar ik denk dat de vraagprijs te hoog was. Oké. Ik denk dat Mickey... Anders was hij wel gekomen, denk ik. Maar die had wel nog een tijd moeten rijpen. Ja. Hij is vaak geblesseerd ook. En dat is een jongen die had natuurlijk niet meer in jonge Ajax willen spelen. Nee. Dat was het probleem natuurlijk. Als hij gewoon had gezegd, ik wil wel een jaar in jonge Ajax spelen. Ja. Maar dan koop je hem toch en verhuur je hem toch, of niet? Dat had hij nodig. Voor Ajax was hij toch niet heel duur, Hans? Ik bedoel, jij zegt te duur, maar dan kost hij 3 miljoen of zo. Nou, ik moet zeggen, als je nu de verdedigers van tweede ziet van Ajax, dan is hij beter.
Goed, we zitten halverwege en we gaan weer straatvoetgolf spelen met iemand die één wedstrijd in het eerste elftal speelde van Ajax. Maar via een paar omwegen kwam hij toch terug in het Nederlands elftal, speelde hij. We hebben het natuurlijk over Danny Landsaat. Het gaat erom spannen. Ja, dat gaat goed, hè? Vandaag weer een nieuwe voetgolf. We zijn bij voetbalclub AFC in Amsterdam. En mijn gast vandaag is Danny Landsaat. Goeiedag, Danny. Goeiedag. Waarom zijn we bij AFC? Landsaat Junior speelt hier al. Als ik aan Danny Landsaat denk, denk ik ook aan de koning van de stift. Zo. Ja, dat is wel heel lang geleden. Die wil ik vandaag wel een keertje zien. De echt stift. Waar? Als hij functioneel is, dan kan ik hem gebruiken. Zo niet, dan doe ik het gewoon rustig met het binnenkantje. We gaan beginnen. Oké, let's go. Nu! Mooi! Koffie? Ja, ik was even toe aan een bakje koffie. Vertel. Nou, de wekker die ging 5:15 dus. Ja, want je bent tegenwoordig trainer in Tilburg, Willem II. Ja, klopt. Ja, we presteren nu dan dus echt boven verwachting. Misschien kunt u me iets helpen. Oh! Nee, ga maar. Nou. Oh, het mag gewoon slepen. Ja, maar kijk hoe ver ik kom. Een meter. Weer onder die auto. Nou. Je kunt beter die auto even wegrijden, anders komt de controle. Of hij moet door die auto heen. Of er overheen. Het is chaos, Danny. Kijk eens. Wow, ja, kan wel. Je ziet wel dat ik je kans geef, hè? Ik ben aan het coachen. Ik ben voor jou die auto's aan het weghalen. Je bent ook trainer. En mis je het voetballen nog? Nou, niet echt. Ik ben natuurlijk heel erg betrokken. Mm-hmm. Weliswaar niet als speler, maar ja, natuurlijk een ander vak wat ik nu aan het beoefenen ben. En, ja, dat is toch heel intens. Dagelijks op het veld staan met de jongens. Kijk uit, jongens. Oh! Oh! Zal ik het dan maar een keertje proberen? Ah, chique idee. Oh. Wil je hem overnieuw doen? Ga er even bij zitten. Je gaat er gewoon mee zitten. Wat een arrogantie, hoor. Ja! Nou, leuke pot. Deze meneer mogen we een billy geven. Gewoon gratis voor niks. Je moet hem zo hard mogelijk raken. Rustig. 3, 2, 1. Deed dat best pijn. Ik haakte je volgens mij op je kuit. Ja, Danny Landsaat was dat. Die kopte nog in eigen goal in die kampioenswedstrijd, Hans? Ja, 2011. Eerste kampioenschap van Frank de Boer. We waren jarig een kampioen mee geweest. Hij kwam als speler van Twente. En met een vallende kopbal kopte hij hem keihard in eigen doel. Dus ja, echt AXC dus. Ja, zeker. Ja. En Sjaak, en jij kent hem natuurlijk ook nog van de ex-internationals. Ja, zeker. Want daar draaft hij ook wel af en toe op, toch? Ja. Daar ben je bij ons coach. Goeie speler, hoor. Ja. Echt. Is hij er weer bij komend jaar? Tuurlijk. Goed, onze gasten hebben ook weer wat meegenomen. Een herinnering vanuit hun carrière. En ik begin natuurlijk eerst met Sjaak. We beginnen met de oudste. Sjaak, wat heb je meegenomen? Ik zie het wel, maar... Ja, ik had nog een mooi shirt liggen. En ik denk, dat is misschien iets leuks. Ja. Het is geen origineel shirt volgens mij. Ja, wel nog... Niet origineel? Nee, toch? Niet uit jouw tijd, laat ik het zo zeggen. Nee, maar ja, die ben ik kwijtgeraakt. Die heb ik nooit meer gezien. Nee, echt? Nee, ja, mocht je natuurlijk niet houden vroeger, hè? Vroeger mocht dat ook niet, nee. Maar ik heb het toen wel eens een gehad. Maar ja, ik had zoveel vrienden, kennissen. Op school werden ze vaak gevraagd voor de verloting of wat ook. Maar nu, in deze tijd, sparen ze allemaal. En elke wedstrijd hebben ze een shirt van een tegenstander. Heb jij die ook, Jack? Nee. Nee? Nee, ik heb er geloof ik 3 liggen. Maar als ik Neeskens neem, die toch alles, die was niet zo zuinig, zeg maar. Die heb er 170 ophangen, op haar hangertje. Ik weet ook nog wel dat mijn broers, die hebben ook, die hadden ook ja, best wel veel... En die poetsen, die kiksen nog van hem. En de schalen die heb, ja, heb hem, hoe noem je dat, zo'n eigen... Prijzenkast? Kamer. Ja. Ja, museum. Fantastisch museum, ja. Hans, je hebt ook wat meegenomen, een foto. Nou ja, omdat dat elftal is van 25 jaar geleden, heb ik weer eens... Kan je me even laten zien aan de camera? Dat ik ook eens eventjes kon zien
wie er toen eigenlijk allemaal speelde. Toen ze toch wel heel knap... toen we met elkaar eigenlijk ons handhaafden in de Eredivisie. Wat nu dus weer snel moet gebeuren. Hopelijk dat we nu promoveren met Volendam. Maar en dat... Ik wil niet lullig doen, maar een printje? Heb je niet gewoon echt een originele foto? Nee, die heb ik niet. Echt niet? Nee, die heb ik niet. Hoe kom je al in een printje? Nee, want ik gooi eigenlijk alles weg. Je bent ook niet zo'n bewaarder. Nee, helemaal niet. Dus ik had eigenlijk... ik heb gewoon een foto uit de Football International gehaald. En ik denk die... Maak even een kopietje van. Ja, vond ik zelf wel eens even leuk om te kijken wie er ook weer allemaal op stond. Ja, en nou, een aantal namen zijn natuurlijk... Ja, Soeterbier stond op doel. Achterin rechtsback Appersijn. In het centrum hadden we Bink en Molenaar. Oude trainer. Linksback stond Luc Nijholt. Good old Luc. En op middenveld had ik dus Gert Aandewiel gehaald uit van Quick Boys. Steurs had, die speelde weinig, maar... Plugboer. Was vaak gebaseerd. Plugboer speelde links, heel goed. Rechts speelde Marcel Valk. Hele goede voetballer. Heel moeilijke jongen ook. Maar ik kon toch wel goed met hem vinden altijd eigenlijk. En Gover Daricja hadden we nog op het middenveld. Jij kent hem nog, Sjaak? Ja, die ken sterk ik. Sterk met zijn hoofd ook altijd. Ja. En twee spitsen, Samatsic, dat was eigenlijk wel een beetje de verdette van het team. Topscorer. 9 goals topscorer. Dus een echte topscorer hadden we niet. Nee. Dat was jammer. Anders hadden we... was overleven. Ja. In die Eredivisie. Was jij niet... Een ander was Toumani. Ja, voor de 11. Maar had jij niet veel langer nog gewoon lekker trainer willen zijn? Want je bent daar nog een jaartje Sparta gedaan. 2 jaar Sparta. 2 jaar. Ja, misschien wel. Achteraf. Of is het een hondenbaan? Nee, nou ja, was hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Maar ja, de dingen gaan zoals ze gaan. AZ kwam op je pad en je ging achter het bureau... Ja, technisch directeur bij AZ. En toen werd ik eigenlijk, ben ik de scouting ingerold. Ja. Wij hadden ook nog Edwin de Bruin trouwens. Ja, Edwin de Bruin, die haalden we inderdaad. Reserve, heel goed. Die was 2 meter 2. Maar hij kon niet koppen. Hij kon niet koppen. Ja. Lekker dus dat is lekker een spits. Ja, dat is lekker. Maar hij was wel goede voetballer. Mooie sleepbeweging. Maar... is uiteindelijk op de bank gekomen. Ja, want dan heb je ook niks aan de rechtsbuiten, Sjaak, die ballen voor werpt. Dan kopt hij ze niet in. Nee. Je zou zeggen, dat is makkie. Ja. Ik moet zeggen, als ik 2 meter 2 was geweest, had ik een 100 meegemaakt. Ja. Hoe kan iemand van 2 meter 2 niet kunnen koppen, Hans? Dat kun je toch gewoon leren? Nee. Nee. Eigenlijk niet. Daar moet je een beetje gevoel voor hebben. Haaland is ook niet echt een goede kopper, maar kan wel een balletje inkoppen. Maar het is niet een specialist of zo, weet je wel. Kan wel andere dingen ook. Een specialist is Cristiano Ronaldo. Ja. Als je die ziet koppen, dat is... Of Linssen van Feyenoord, die toch... Ja, zeker. Is iemand te noemen. Huntelaar, dat soort jongens. Ja. Luc de Jong. Dat zijn echte kopspecialisten. Maar die hele lange jongens kunnen vaak niet eens zo goed koppen. Nou, nu we toch zo lekker bezig zijn... is het hoogste tijd voor ons eigen elftal FC De Aftrap. Vaste kijkers weten het, we sluiten het programma af met het beste wat wij in Noord-Holland te bieden hebben van Ajax, AZ, Volendam en Telstar. Laten we even kijken wat we op dit moment voor team hebben. Koeman junior geblesseerd, weliswaar staat in de goal. Dan achterin Casius van Volendam. We hebben Stephanie van der Gracht, jongens. Eerste vrouw in dit elftal. Nou. Vorige week opgezet door Marleen Molenaar, Timber en Wijndal. Middenveld met Mitchell. In het midden Berghuis en Gravenberg. Voorin Van Michem keerde terug in het elftal. Robert Muren en Tadic. Trainers Andries Jonker en Serdar Gözebüyük. De scheidsrechter die zondag Ajax PSV fluit. Ja. Die staat er ook in, ook een Noord-Hollander. Hans, als je die eruit haalt, heb je lef. Zo vlak voor die wedstrijd. Nee, die laat ik zeker staan. Want is het een beetje... Die gaat hem op de stip leggen misschien voor ons. Hopelijk. Ja, Serdar, even op de stip. Jonker gaat eruit. Andries Jonker gaat eruit. Niet omdat hij het slecht doet natuurlijk, maar... Want hij doet het wel prima eigenlijk. Maar omdat Erik ten Hag natuurlijk er altijd in moet. Erik ten Hag die heeft bewezen dat die Ajax ook met een grote groep... met een grote kleedkamer die hij moet managen aan het voetballen krijgt. Aanvallend voetbal altijd speelt. De backs spelen super aanvallend. De backs die vallen aan tot ze erbij neervallen. En een aanvallende Ajax kun je eigenlijk bijna niet zien. Dus dat is ook zeker de verdienste van Ten Hag. Een jongen die keihard werkt. Hè, die altijd... Maar heel veel sepsis eigenlijk was vooraf, toch? Ja, zeker, omdat het een tukker is. Ja. En ik ben in Amsterdam geboren, net als Sjaak. En jullie misschien ook. Had jij dat ook een beetje toen hij kwam? Dat je dacht van, nou... Ja, zeker. Ik verstond hem een beetje slecht natuurlijk. Door dat accent van hem. Hij verstond mij ook wat minder misschien. Maar... Nee, ik vind het een geweldig trainer. En ook omdat het een keiharde werker is. En altijd voor je klaarstaat.
Hij reageert als je hem belt of als je een bericht stuurt. En dat is met weinig hoofdtrainers. Hoofdtrainers worden vaak ook supersterren. Ja. Maar hij blijft eigenlijk heel erg down to earth. Keihard werken. En dat vind ik mooi. Dus, en ja, hij denkt op een aanvallende manier. En ja, hij heeft ons ver gebracht. Dus ik denk dat hij ons ook ver in de Champions League kan brengen. Ja, en dan wordt het wel tijd voor een stap waarschijnlijk. Ja, dat denk ik wel, ja. Jammer voor ons natuurlijk, maar ik hoop dat hij blijft. Want hij is wel iemand die heel lang zou kunnen blijven, in mijn ogen. Maar hij is ook eerlijk naar de jongens toe, weet je wel. Dus er is ook weinig ontevredenheid. Terwijl er toch mensen op de bank zitten die bij het minste of geringste... Klaassen, noem maar. Die nu toch passeert, ja. Davy Klaassen, Per Schuur zit op de bank. Tagliafico zit op de bank. Ja. Het gaat allemaal... Die moet je ook tevreden houden. Ja, zeker. Maar dat kan niet. Precies. Dus uiteindelijk kan dat niet? Nee. Nee. Dus dat wordt nog wel een dingetje in de loop van het seizoen? Dat hoeft niet. Nee, maar meestal gaan ze in de winterstop weer je weg. Je kan mij niet wijsmaken dat als bijvoorbeeld Klaassen, dat hij het leuk vindt. Of nee, wel? Maar dat is wat anders nou, natuurlijk. Goed. Maar je dus kan je kont tegen de krip gooien. Nee, maar dat moet je niet doen. Je moet zorgen dat je weer erin speelt. Ja, maar dus dat moet je ook trainen laten zien. Maar dat is ook vaak, dat zie je ook bij Iataren bijvoorbeeld, bij PSV. Die heeft niet de moeite om te gaan knokken, om zich terug te spelen. Want dat is een goede voetballer. En dat is zonde. Maar dat krijg je op een gegeven moment. Het belangrijkste is dat die jongens perspectief houden. Dus af en toe, als je af en toe vijf minuten omhoog invallen geeft, dan gaat ze hoog naar beneden. Maar je moet hem af en toe brengen. Darami hebben we nu gehaald. De Deen, die brengt hij ook af en toe. Ja, maar die moet ook perspectief blijven zien, want anders denk je... Ja, je kan het mooi vertellen, Hans, maar... Blijf staan, Hans, want we hebben nog een wissel. Ik kan mij niet wijsmaken, als jij 8 minuten mag invallen, dat je dan tevreden bent. En dan kun je wel zeggen, ja, je moet knokken om je plekje te krijgen, maar kan nooit goed gaan. Sjaak, jij mag er ook eentje... Mag ik er ook een uitgooien? En weer iemand erin zitten. Nou, het is best een leuk elftal, moet ik zeggen. Ja. Maar ik wilde graag Mitsu, wat ik wel een goede speler vind. Daar wil ik graag Davy Klaassen voor hebben. Want die verdient het. Hij speelt ook in het Nederlands elftal. Speelt geweldig. Hij kan wat anderen niet kunnen. Op het juiste moment voor de goal komen. Hij kan knokken. Hij is net zo makkelijk achterin. Dus net als Donny van der Beek bijvoorbeeld, ook zo'n type... Die voor de goal komen, anderen laten scoren, zelf kunnen scoren. Dat zijn belangrijke spelers. Maar nu staat hij rechts op middenveld. Ja, is goed. Dat goed zo? Ja, maar goed, dat kun je anders indelen. Ja, nou ja, zeg het maar. Jij mag het nu zeggen. Want je zit Gravenberg, hier. Kijk, die kun je verdedigend laten spelen. Oké, dus die zakt een beetje in. Die moet lekker gaan spelen zo ertussenin. Ja. Dat hij het verdedigen ook goed leert. Oké. Is een mooie speler, maar moet hem wel een beetje verdedigen, want er loopt te veel gele kaart op. Ja, Hans, zet het maar neer dan. Zo, perfect. Oké. Op 10. Zo, prima. Is het zo wel in balans, jongens? Ja? Lijkt me wel, toch? Aanvallen. Nou, is dat aanvallen, middenveld en één controleur. Ja. Zo. Ja? Ja, zetten we daar een handtekening onder? Zetten we. Nou, goed. Goed elftal. We zijn aan het eind gekomen. Ja. De klok is van ons programma. De klok is genadeloos, Sjaak. Ja, ik wil toch jullie allereerst bedanken, Sjaak. Jij voor je komst en op naar de 100, zou ik zeggen. Ik vond het heel gezellig. Ja, je bent nog scherp en het ziet er allemaal nog goed uit. Gelukkig wel. Ja, Hans, jij natuurlijk veel succes bij Ajax nog in je scoutingswerk. En laten we hopen dat je nog een paar juweeltjes naar Ajax toe haalt. Bedankt, ja. Nettie, jij natuurlijk bedankt. Edward, jij ook? Ja, jij ook bedankt. Ja. Volgende week zijn we er uiteraard weer. En dan hebben we niemand minder dan Guus Hiddink, de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal en heel veel andere landen hier te gast. Ja, goed bekend ook van jou natuurlijk. Hè? Zeker. En samengewerkt. Ja. En Ronald Spuitbos, hè? Ja, dat is ook een trainer in rusten. Ja. Ja, dat allemaal volgende week. Wil je reageren op deze uitzending? Dan kan via Twitter de hashtag aftrap gebruiken. Je kan ook vragen of opmerkingen sturen via de mail. Dat kan dan naar onderstaand mailadres. Nou, voor nu zeg ik fijn weekend gewenst en heel veel plezier met de voetballen. Aftrap wordt mede mogelijk gemaakt door Jan Smit BV, Molenaar en Zwarthout, adviseurs en verzekeringen, Mick Volendam, kraanverhuur, Tol, plaatwerk, Kras Recycling en Kivo Plastic Verpakkingen.